Hartelijk welkom op de Westmaat, aan de rode kant in dit keer. Want er is een belangrijk moment. Het G-team krijgt een grote sponsor. De ING-bank gaat het G-team 4 jaar sponsoren. Bovendien is er een filmploeg van de Voetbal International, van VI. Samen met de gehandicapte sport maken ze shots, beelden van het G-team als voorbeeld hoe het kan gaan met voetbal en sport en toch een handicap hebben. De gehandicapte sport is daar belangrijk en daarom gaan zij hier een wedstrijd spelen. En natuurlijk, ballen worden overhandigd en er staat eigenlijk centraal 4 jaar sponsoring van de ING. Wij zijn erbij, want het zijn mooie momenten. Kijk met ons mee. Ja, ik zei het bij de introductie al, 4 jaar ING verbindt zich aan het G-team van IJsselmeer Vogels. Natuurlijk de grote man bij het G-team is Jaan de Graaf. Jaan, een belangrijke middag vandaag, want 4 jaar ING is gehandicapte sport hier over de vloer. En de VI cameraploeg. Nou, wat wil je nog meer? Ja, het is de beste bank van Nederland en, en 4 jaar IJsselmeer Vogels. Dus het is voor de club ook natuurlijk een enorme boost, geeft dat. En voor ons ook. Ja, wat ik las, dat is dat de VI hier met name is omdat het G-team zo'n voorbeeld is van andere G-teams. Omdat wij als club natuurlijk aardig wat doen met ze altijd. We hebben het toernooi altijd in Portugal en we spelen veel en we trainen veel. En we hebben natuurlijk 25, 30 mensen die hier dus elke week zijn. Dus IJsselmeer was natuurlijk ook een grote club en een grote bank, dus dat past allemaal precies bij elkaar. Ja. En wij bestaan dus 10 jaar dit jaar. Dus het is ook enorm leuk dat we nou een 4-jarig contract kunnen tekenen met ING. Ja. Wat betekent dat dan? Is dat jassen? Is dat ballen geven? Wat moet die de jongens betalen dan? Het is een beetje de ondersteuning van het G-team met kleding en met ballen en met doeltjes of allerlei andere dingen. Dus wat wij nodig hebben, zeg maar. Belangrijke sponsor. Wat gaan we vanmiddag verwachten? Want het wordt toch wel iedere keer een spektakel. Nou, vanmiddag valt het wel mee, denk ik. Maar we hebben dus. Wij spelen straks een wedstrijd van 1:30 tot kwart over 2. En dat, het gaat vandaag over ING en de gehandicapte sport en VI. Dus er wordt een promotiefilmpje gemaakt voor de VI. En maar het zal niet zo druk worden als de vorige keer. Leuk op de tijd. Dat zeggen we bij de kleine rode vogels, maar een activiteit als het G-voetbal is natuurlijk gewoon prachtig binnen de club. En daar zijn we inderdaad trots op, ja. Zeker. Het G-team is er, dat is Willem van Haugen daar ook bij, hè? Ja. De vorige keer met die IJslandse JL en nu weer omdat ze leuke sport laten zien? Nee, maar omdat ze gewoon heel veel plezier hebben met hetgeen wat ze doen. Ja. Je zou zeggen, sommigen niet, want die gaan staan en zijn in beweging te krijgen. Maar die wil toch altijd gewoon op het veld staan. Bij ons op de Westmaat geniet je het meest. De vogels die spelen, er is altijd feest. Ons VVRV, ja dat is onze club. Dan gaan wij voor de keur. Hier op de Westmaat is één club nummer 1. Dat zijn onze vogels, ze staan nooit alleen. Ons VVRV, ja dat is onze club. Ja, achter mij wordt er nog gevoetbald door het G-team. U zag juist de bal worden overhandigd aan de scheidsrechter. Niemand minder dan Willem van Hanegem. En het spel gaat achter mij nog verder. Er worden ze links-rechts goals gescoord. En er zijn voldoende toeschouwers om toe te juichen als er wat gescoord wordt. Mooie momenten met prominenten. En natuurlijk draait het om de ING, de gehandicapte sport en de VI, de cameraploeg die er. Maar RTV Bunschoten was er ook bij. Graag tot de andere keer vanaf de Westmaat. Tot ziens. Dag.